Zo, dames en heren. Leuk dat je nog blijft kijken op mijn vlogkanaal Vandelaar 040. Zoals jullie in de tweede deel zagen, ben ik bij Eindhoven Airport. Ik ga over een klein kwartiertje, als het niet minder is, naar huis toe. Want het is negentien minuten over vijf in de middag. Ik ga straks naar huis toe tegen half zes aan. Dus dat wordt eventjes een leuke vlog van mij bij Eindhoven Airport. Maar goed, ik vertelde net dat Sanne, dat is ook een medevlogster van deze jongen. Ja, die ik dan volg dan. En zij zei van Dave, waarom wil jij niet een keer met mij samen gaan vloggen bij Schiphol? Ik zei van sorry jonge dame, ik kom uit Eindhoven. En ik vind het veel te leuk om Eindhoven Airport te vloggen. Misschien kan je een keer bij mij komen. Nou, zei ze, ligt eraan van hoe of wat. Dus zij meteen zo een paar lachpoppetjes naar mij toe seinen. En dat ze me leuk vond. Ik weet zelf niet van hoe laat dat de volgende vliegtuig vertrekt, eerlijk gezegd. Maar goed, eventjes het verhaal van Sanne afmaken. Het is wel een spontane greet, maar sorry dat ik het zeg, maar zij is voor mij veel te jong. Volgens mij zie ik daar een busje rijden met gele zwaailichten. Maar goed. Die waren iets aan het doen. Maar goed, ik heb gezegd tegen Sanne van alles goed en wel, maar ik ga geen vlog maken op Schiphol. Dat is voor deze jongen te ingewikkeld, omdat ik Eindhovenaar ben en liever geen vriendinnetje heb in Amsterdam. Want omdat ik PSV'er ben, denk ik dat er ruzie gaat komen. Een tractor met grote licht. Oh nee, dat is een bulldozer. Gezellig. Maar goed. Oh, en nou valt alles uit. Maar goed,
Ik ga eventjes. Ik ga eventjes weer warm stoken. Want het is 17:24. En dat wil dus zeggen dat ik weer bijna moet gaan vertrekken. Hopelijk hebben jullie genoten van mijn vlog. Dit heb ik alleen maar gedaan om mijn vlog of mijn route naar huis een beetje dit heb ik alleen maar gedaan voor mijn route naar huis, omdat er te veel wagens op mijn route zaten. Dus daarom dat ik eventjes deze vlog gemaakt heb. Doe mij vooral een duim geven als jullie deze leuk vonden. Abonneer eventjes op mijn kanaal. Als jullie via YouTube kijken, jullie mogen mijn op mijn Facebookpagina mijn vlogs delen met iedereen van de familie of kennissen, vrienden of een medevlogger. Laat ook eventjes iets weten of dat ik nog iets moet zeggen over Herbalife. Van wat jullie willen weten. Volgende week ben ik er helaas niet. Maar ik heb zelf dan een kerstdiner. Daarom heeft deze jongen gezegd van dan vlog ik eventjes één dag niet. Het is langzaamaan 17:30 aan het worden. Deze jongen die rijdt rustig aan naar huis toe. Met een volle kan of een volle tank LPG en een volle tank met benzine. Dus aan mijn wagen zal het niet liggen. Ik ben blij dat ik een lange vlog gemaakt heb vandaag. Bij Eindhoven Airport. Laat vooral mij een duim. Voor mij een duim achter. Voor de mensen die op Facebook zitten. Die mogen mij ook een duim geven. En de vlog delen met vrienden, kennissen en familie. Dus, en trouwens ook één. Als jullie in de familie een medevlogger hebben, delen. Ik zou zeggen, mij een duimpje geven. Abonneer eventjes op mijn kanaal als jullie via YouTube kijken. En tot een volgende vlog maar weer, dames en heren, jongens en meisjes. Houdoe!